Het Belang van Limburg had deze ochtend opmerkelijk nieuws uit Limburg, uiteraard. Want de provincie wordt overspoeld door wietboeren. Elk dorp in Limburg zou minstens één wietplantage hebben, dat zegt de politie. Eén maar. Jij vindt het nog weinig? Ik vind het nog, nog kunnen, ja. Ben jij daar deels verantwoordelijk voor die gigantische wiet? Ik heb er niks mee te maken. Nee. Zou jij ooit, stel dat ik jou nu vraag vanuit een soort journalistieke reflex, of jij ooit wiet hebt gerookt, wat zou je daar dan op antwoorden? Stel dat ik je die vraag had gesteld. Tuurlijk, heb je ooit al wel eens geprobeerd. Oh, ja. Ja, tuurlijk. De meeste mensen omzeilen de vraag door te zeggen, in een cake ooit, maar niet gerookt. Ja, ja. Dat ken ik die in het licht. Oké, maar dat is goed. Maar de problematiek is heftig. Hè, want ze hebben in de eerste 10 weken van dit jaar hebben ze maar liefst 45 wietplantages opgerold. En dat schijnt nog maar het topje. In de Limburg. In Limburg. In Kempen ook. Kempen ook. Wel, want jij bent van de Kempen, hè? Ja, oké. Ja, dat klopt. Ah ja, maar jij komt uit een grensstreek Arendonk, geloof ik, hè? Ja. Daar was dat toch de hele tijd de grens oversteken van boter en marihuana? Of wat deden jullie vroeger? Vroeger was dat boter nog, dan is dat wiet geworden. Maar ik zag dat op afstand. Ik heb dat nooit echt. Ik heb dat wel eens gedaan natuurlijk. Maar ik heb er nooit mee aan deelgenomen om te gaan dealen. En over de grens liggen bollen en terugkomen. En... Ja, maar kennelijk is het echt ook al zo dat het in de Kempen een probleem is. Dus de kwekers, zal ik maar zeggen. Die in Nederland harder worden aangepakt. Ja. Die zakken massaal naar beneden de grens over. Ja. Om hier dus standen te zoeken. Er staan heel veel loodsen vrij. Hallo. Doen maar, hè. Nee? Als het economie maar stimuleert, Maar goed, in Limburg is het echt een gigantisch probleem, vinden ze daar. Het is zelfs zo erg gesteld dat de ideale wereld besloten heeft om iemand ter plaatse te sturen. Een vliegende reporter, bijvoorbeeld. Neder, wiede. Als we de politie mogen geloven, is Limburg een soort Medellin aan de Maas geworden. Net als de beruchte stad in Colombia, zou ook onze groenste provincie vergeven zijn van de wietplantages. Geen enkel dorp zonder wietkweker, beweren de speurders. Dat vraagt om een diepgaand onderzoek. Stadhuis, de beenhouwer, daar een café en daarnaast de bakker. Maar waar is dan de wietkweker? Weet u niet. O, dat weet u niet? Ja, nee, weet u niet. Wat is dat voor een nozelvraag? Een nozelvraag? Hier is toch zeker één wietkweker volgens de krant en volgens de politie? In elk dorp. In elk dorp is er één. Dat is toch niet een ozel? Ja, jong, ik ben aan het werk. Ik heb nu geen tijd. Hier is iemand bezig. Dat zal misschien wel een wietkweker zijn. Hè? We gaan eens kijken. Terwijl ik aan het spitten ben. Ja. Een plantage, hè? Nee, waarom? Nee. Nee? Nee. Gewoon grond. Grond aan het omspitten. En wat is dat dan? Dat is groen afval van groene kool. Komt u dat bekend voor? Ik heb me bekend voor, maar ik heb ze nog nergens gezien. Nee? Nee. Ik ken ze niet. Ah, maar daarjuist zei u dat u ze kent. Ja, zo van in de gezette zin, ja. Maar zo ken ik ze niet. Nee? Nee. Volgens de krant zijn het mensen met zonnepanelen vooral. Heeft u zonnepanelen? Nee, maar wel voor een warmwaterbuiler. Dus een zonnebuiler in die zin, ja. Ja. Ja, dat is niet genoeg. Goeiedag, mevrouw. Goedemiddag. Mogen we u iets vragen? Ja, je moet iets vragen, ja. Wat doen al die zonnepanelen van achter aan uw huis? Ja, dat is voor de energie, hè. En wiet kweken, hè? Ja, amai. Ja? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, helemaal niet. Dus als we nu zouden zeggen, we komen binnenkijken, dan gaan we dat zeker niet zien? Dat gaat je zeker niet zien, nee. Absoluut niet. Dan komen we eens binnenkijken, hè? Nee, dat hoeft echt niet. Nee? Nee, nee. Plots besef ik dat de Limburgers liever niet te koop lopen met hun wietplantages. En dat iedereen heel goed weet waar ze zich bevinden. Is er dan een soort van angst onder jullie om te verraden wie dat het gedaan heeft? Om... Angst niet, helemaal niet. Nee, maar we willen maar rust gelaten worden. Hè? Ik weet van niks. Nee. Je moet me niet vragen waar, we weten het niet. Ah, of u weet het wel, maar u wilt het niet zeggen? Nee, ik weet het niet. En u ook niet misschien? Nee, we houden van niet. We zijn hier van op de hoogte, sorry. Het gebeurt zelden, maar deze keer zou de politie misschien wel eens gelijk kunnen hebben. Er is iets aan de hand in Limburg. Alleen houden de mensen het een beetje onder hun. Toch? Je hoort niks. Als er niks wets geschreven is, hoort er niks in de gezag achterhouden. Je hoort het, men blijft halstarrig volhouden.
Want dat is het stuit al dagen gezet, hè. Ja.